De bedrijven Kirpelani en Fernandes Bakkerij hebben gisteren meer dan 48 kinderen van kinderhuis Mijnzorg in het zonnetje gezet. De kinderen en hun begeleiders brachten een bezoek aan het filiaal van Kirpelani aan de Maagdenstraat en mochten elk een cadeautje ter waarde van 75 SAD uitzoeken. Zij zijn verder getrakteerd op lekker eten, dranken en snacks en mochten ook meedoen aan diverse activiteiten. Het evenement vond plaats in verband met Kinderdag en ook de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Volgens Kenneth Cross, bestuurslid van de Stichting Kirpelani en Sergio Emanuels, marketingmanager van Fernandes Bakkerij, is de activiteit een van de manieren waarop de organisaties teruggeven aan de gemeenschap. Kirpelani, en meestal in de vorm van de Kirpelani Stichting, geeft al jaren en door het jaar heen aan vele organisaties. Dus dat idee leeft eigenlijk al lang. En toen wij bezig waren deze actie op touw te zetten, toen kwam meteen de gedachte van, hey, we gaan iets leuks doen voor alle kinderen in Suriname. Maar u weet, daarbij moeten de ouders zelf komen en kopen. Maar toen kwam het idee van, hey, waarom niet een kinderhuis erbij halen? Ja, dan geef je ook wat aan een paar kinderen en maak je ze blij. En zo is dan die gedachte meteen gaan leven en het is meteen georganiseerd. En eigenlijk binnen een paar uur was het geregeld. We hadden contact met een kinderhuis. We hebben even wat nagedacht welk kinderhuis we gaan uitkiezen. En dit keer is de keuze gevallen op Mijnzorg. En wat is de bijdrage van Fernandes in deze? Ja, nou, we zijn uitgenodigd geworden om ook mee te participeren. We hebben Snackman die natuurlijk een heleboel gezelligheid creëert altijd. En we hebben ook gewoon leuke producten waar de kinderen heel dol op zijn. Dus vandaar, ze waren ook enthousiast. We hebben gezegd, we doen mee, we participeren. We hebben dus ook nagedacht wat we kunnen geven aan de kinderen van Mijnzorg. Zo hebben we wat een leuke paar goodiebags voor alle kinderen en wat kerstborden die daar verdeeld kunnen worden in het tehuis. En hier vandaag dus ook, er zijn leuke pakketten die we dan kunnen verkopen. En we geven ook losse pakketjes hier en daar weg aan kinderen die dus allemaal hier komen opdagen. Maar wij willen ook gewoon de zaak steunen. Wij geven ook door het jaar heen geven heel veel producten weg. En ook zo op zo'n bijzonder moment van Kinderdag willen we dat niet zomaar voorbij laten gaan. Kenneth Cross, bestuurslid van de Stichting Kirpelani en Sergio Emanuels, marketingmanager Fernandes Bakkerij. Kirpelani en Fernandes Bakkerij hebben gisteren meer dan 48 kinderen van kinderhuis Mijnzorg in het zonnetje gezet. Deze activiteit was volgens hen een van de manieren waarop de bedrijven teruggeven aan de gemeenschap.